De 8e editie van Runtje met Huntje werd zaterdag gevierd in het centrum van Horst. Deelnemers van alle leeftijden en afstanden deden mee aan de hardloopwedstrijd. 4, 3, 2, 1, fijne wedstrijd allemaal en heel veel plezier! Heel veel plezier allemaal! Maak er een mooie wedstrijd van! Ja, Runtje met Huntje is het plaatselijke hardloop-evenement wat we dit jaar voor de 8e keer organiseren. Dus we hebben al een hele historie achter ons en ik denk dat we ook in die 8 jaar hebben laten zien dat lopen rondom het hondje, Runtje met Huntje, het Horsterhuntje natuurlijk, dat voor steeds meer mensen ook echt erbij hoort om dat ook elk jaar te doen. Tijdens de Urban Run deden mensen met een beperking mee, samen met hun buddies. En samen met iedereen kan sporten, dichterbij, Stichting BES, de Burgeradviesraad, hebben we ervoor gezorgd dat het een inclusief evenement was. Dat was het natuurlijk altijd eigenlijk al, maar we hebben dat dit jaar iets meer benadrukt, zodat er mensen met een beperking kunnen deelnemen aan in dit geval de Urbanloop. Er lopen eigenlijk een aantal buddies mee en hoe leuk is het om samen met familieleden, andere kennissen, vrienden en vrijwilligers, maar ook soms professionals, deel te nemen aan dit fantastische evenement. Wij willen er echt zijn voor de lokale omgeving. Dus speciaal is laagdrempelig, breed, voor iedereen toegankelijk. Zowel voor de recreatieloper als voor de wedstrijdloper. Jong tot oud, alles is mogelijk. Is er dit jaar, zijn er nieuwe dingen in het evenement? Nou, we hebben dit jaar niet echt een nieuw onderdeel toegevoegd. Dat hebben we vorig jaar wel gedaan. Toen hebben we de Urban Run voor het eerst georganiseerd. En de Urban Run houdt in dat lopers door gebouwen lopen en over en onder hindernissen doorgaan op het parcours. En dit jaar hebben we dat Urban Runtje wel weer kunnen vernieuwen. Lopers gaan bijvoorbeeld dit jaar door het gemeentehuis lopen, door het gasthuis lopen. Dus dat is echt een belevenis en daar is het ook voor bedoeld. De bedoeling is dat het ook echt fun geeft. Ik kom even kijken of mijn kleindochter, die komt hier voor de eerste keer, komt die even rennen. Dat hardlopen, dat zit er in de familie. Hè? Ja, mama die doet ook marathons rennen. Dus, en de oma? Nee. Ik doe wel sportief, maar hardlopen is mijn ding niet. Nee, vind ik helemaal niks aan. Veel plezier op mijn Ik wil ook geen dagen. Ik kom zo met de sporten. Veel plezier allemaal. Voor mij zit Piet Verhengs, de eerste loper en gelijk de eerste winnaar. Proficiat Piet. Ja. Heb je heel veel moeten oefenen? Ja. Ja, moet je alleen ja zeggen. Waar heb je allemaal geoefend? Nergens. Heb jij nergens geoefend? Ben je zo'n sportief type? Ja. Ja? Trotse Cato. Cato, dat is mij gedaan. Wat goed. Heeft ze ook lang geoefend? Ja. Ja. Hoe is ze geoefend allemaal? Gerend. Dus is gerend. En hoe was de bus geworden? Werd ze dat? 3. Was die 3e geworden? Nou, laat die medaille eens zien. Oh. We organiseren nu de 8e editie, maar dat we er over 20 jaar nog zijn en dat we dan de 28e editie organiseren. Dus die ambitie hebben we wel om toch elk jaar ook weer hier in het centrum van Horst voor heel veel mensen, niet alleen voor de lopers, maar ook voor de toeschouwers. Daar besteden we ook veel aandacht aan. De sfeer, de straten, ook versierd. Dat het ook een leuk evenement is voor iedereen. 3, 2, 1. Ben je een beetje trots dat jij het eerste meisje bent dat binnenkwam? Ja. Ja. Mama en papa, staan die ook aan de lijn? Of opa en opa? Ja, opa en oma en papa en mama. Dus je hebt nu straks wel een beetje feest, denk ik? Ja, zeker. Goede support. Papa, mama.
zijn jullie zo mooi verkleed. Ja. Wat doe jij? Cheerleader. Jullie zijn cheerleaders. En helpt dat? Rennen ze daar ook harder? Ja. Heel sportief. Dat vind ik toch wel mooi om te zien. Zo bescheiden. En dan moet je in handen omhoog en rechts zit nog een mooie cameraman. Wij zijn nu.